welkom bij RTL Formule 1. Het komende half uur nieuws en informatie uit de wereld van de Formule 1. Want duidelijk zijn dat we vandaag een onderwerp hebben over valhelmen. Valhelm, hoofdzaak, kopzorg, wie zal het zeggen. Verder kijken we bij het team van Stewart naar hoe het nou zit met de elektronica van een Formule 1 auto. En afgelopen weekend werden in Monaco tijdens het FIA-gala de grote prijzen uitgereikt aan de winnaars in de autosportcategorieën. En natuurlijk namen we ook daar een kijkje. Maar we beginnen vandaag in Italië, in de sneeuw. Elk jaar is er de Ferrari Ski Week. Rubens Barrichello, de Braziliaan, moest dus op de lange lat. En dat viel niet allemaal mee. Had zijn teamgenoten en de gebroeders Schumacher bij zich. Ferrari en traditie. Twee woorden die hand in hand gaan. Elk jaar is er voor de start van het seizoen de Ferrari Ski Week. Dit jaar was hij afgelopen week in het Italiaanse Madonna di Campiglio. Een beetje relaxen, een beetje sporten, een beetje PR'en, een beetje skiën, een beetje snowscooteren en gelukkig maar ook een beetje dollen. Tijdens de interviewsessies waren de coureurs verbazingwekkend openhartig. Schumacher over het hebben of zijn van een tweede rijder. Now we have a new situation with me and Rubens. There will be winter tests, there will be the first races and then we have to see who is in the position to win the championship for the team. And who will be in the position to win the championship for the team, it will be the driver who will be supported from, in this moment, the second driver. And if Eddie is mentioning he was the second driver all the time, he was because he was not fast enough. I'm sorry, but I cannot drive slower to make him number one driver. And I will not drive slow for anyone else to let him become a number one driver. It's very clear I want to win the championship, but as you have seen last year, I was not in the position to win the championship, Eddie was, so I supported him and the team, and so I will do in the future. That means if I'm going to be slower than Rubens, then it means then I have to support him. If it will be the other way around, he will support me. But it is a very clear situation to him, to me, to the team, to everyone, and nobody has problems with this. Voor Rubens Barrichello was de kou maar een barre bedoeling. Michael Schumacher en Luca Badoer voelden zich duidelijk meer thuis in de sneeuw. Schumacher had duidelijk geen last meer van zijn been. Rubens Barrichello vond die lange latten onder zijn voeten maar behoorlijk lastig bij het lopen. In de avonduren had men een kartparcoursje uitgezet waar de heren zich samen met René Arnoux, Gianni Morbidelli uitstekend vermaakten. Ook Rubens Barrichello wilde uiteindelijk wel wat kwijt over hoe dat nou zit met die status van eerste of tweede rijder. In a way I think it's different because I'm allowed to win if I'm a real good driver. You know, if I'm only by accident leading a race and Michael is second, then there will be a discussion to see who's gonna win. But if I'm there because I deserve it, you know, I start on pole position and I was there leading a race, then I'm doing my job for Ferrari, so then I'm allowed to win. So it depends, because I think in a way Eddie started really well, but then he dropped a little bit and Michael was always in front of him, always in front of him. So then in a way he wasn't asked to let Michael by. If he was in front of Michael, he was just by accident, like I was saying. So I hope my situation is different. Barrichello reed al een ronderecord op Fiorano, een beste opsteker. In terms of confidence, it's good to be there and to beat a record, but it's something that is, it doesn't really matter because I'm, you know, maybe the track was good, maybe the day was really fast, so
at that point we don't know. I mean, until the point that we are on the same track at the same moment, then we will have some answers. Op 11 maart aanstaande is de eerste kwalificatie. Monaco afgelopen zaterdagavond in het prachtige casino vonden de jaarlijkse FIA prijsuitreikingen plaats. Uit alle categorieën van de sport waren de toppers naar Monaco gekomen. Dit is Richard Burns, de rallyrijder. Samen met zijn vrouw Ron Dennis, baas van het McLaren team. Jean Todt, iets wat verkouden gezien de das. En geheel in stijl de familie Stewart. Eregast was zijn koninklijke hoogheid Prins Albert van Monaco. Vroeger miste hij het gala nog alles omdat hij dan zelf deelnemer was aan de beroemde Parijs-Dakar-wedstrijden. Binnen was het al gezellig met Mika en Erja Hakkinen. En de Finnen hadden een goed jaar dit jaar, want nog een wereldtitel ging er naar Finland bij Tommi Makkinen. Hij werd rallykampioen. Bert Ekelstam was er uit hoofde van de FIA, hij is vice-president. Ladies and gentlemen, distinguished guests. Good evening and welcome to the 1999 FIA prize-giving ceremony. In totaal werden er meer dan 20 belangrijke prijzen uitgereikt, zoals het FIA GT-kampioenschap. Dat viel ten deel aan Olivier Beretta en Carl Wendlinger. Hier staat Nick Heidfeld op het podium, hier met zijn prijs. Hij was Formule 3000 kampioen, maar er waren ook mindere categorieën, zoals het karting. Of de organisatoren van de grote prijs van Maleisië voor de best georganiseerde Grand Prix. Maar het ging natuurlijk om de echte wereldtitels. Tommi Makkinen, voor de vierde maal was hij wereldkampioen bij de rallies, een absoluut unicum. Mooie prijzen allemaal en al met al was het een grote groep mensen van truckracen, karting tot en met de belangrijkste prijs op de avond. Dat is toch nog steeds Formule 1. Thank you.
Voor Ferrari kwam Jean tot de prijs ophalen, maar de man van de avond, stralend middelpunt, was Mika Häkkinen. Finally, from Binder, winning the FIA Formula One World Championship for Drivers for the second year running, again driving McLaren Mercedes, Mika Häkkinen. Champion du monde 1999, Mika Häkkinen. Tot zover het eerste deel van RTL Formule 1. Zo dadelijk, na de reclame, zijn we terug. Dan onder meer nog met een onderwerp over helmen. En natuurlijk het laatste nieuws. Graag tot zo, tot die tijd. Blijf op 5. Er zijn helmen in vele soorten, maten en merken. Echter één merk heeft wat met Nederland. Het merk Arai. Hun hoofdkantoor, een Europees hoofdkantoor moet ik zeggen, ligt in Hoevelaken. Daar in een grote loods liggen vele honderden helmen opgeslagen. Of het nou motorhelmen zijn of Grand Prix helmen. Een aantal coureurs maakt al jarenlang gebruik van dit merk. Wat is nou eigenlijk precies de basis? De ene helm bestaat net als elke andere helm uit een buitenschouw. Het materiaal speciaal voor Arai vervaardigd. Uitermate goed getest. De binnenschaal, in principe het belangrijkste van een helm. Want de binnenschaal vangt de energie op bij een crash. Het hoofd moet dus als het ware in een zacht kussen vallen om geen beschadigingen te krijgen. En daarom is het zo belangrijk dat wij een zeer zachte en zo zacht mogelijke binnenschaal hanteren. Je hebt daar natuurlijk ook een harde buitenschaal voor nodig. Verder is het binnenmateriaal, het comfortmateriaal, is heel erg belangrijk voor het comfort. En comfort draagt bij aan de veiligheid van de coureur. Het goed passen van de helm geeft hem geen kopzorg, om die thermaas te gebruiken. Verder, hij moet goed gesloten zijn met een kinband die aan alle eisen voldoet en die niet bij het eerste ongeval openschiet. Het vizier is uitermate goed getest, het moet vele krachten kunnen ondergaan en dat geheel maakt dus een helm als een compleet geheel. Regelmatig worden helmen aan zware beproevingen blootgesteld, zoals deze van Jos Verstappen tijdens de pitsbrand in 1994. Echter moet Arai zelf ook, om de juiste papieren voor een helm te krijgen en hem op de markt te mogen brengen, aan de buitenschalen zware beproevingen doen. Hoe zit dat met die schalen? Drie buitenschalen zijn de standaard voor de Arai-helmen. Dat houdt in dat voor iedereen een goed passende helm is. Dat niet een persoon met een klein hoofd met een ontzettend grote helm op zijn hoofd zit. De helm wordt passend gemaakt aan de binnenzijde. Dat gebeurt met zogenaamde cheek pads. Die zijn dikker of, aangelang je wilt, dunner. Daarmee klemt het hoofd zich goed vast. Er zijn vier kleuren vizieren. Het normale blanke, het heldere vizier. Daarnaast hebben we een lichte tint, donker getint. Al nagelang de zonneschijn is. Maar het gele vizier is met name gebruikt voor onder regenachtige omstandigheden en mistomstandigheden. Het versterkt het contrast op de weg en het zicht wordt gewoon beter. Dat is niet alleen in de autosport, maar ook voor de motorsport op de openbare weg aan de orde. Een vizier is berensterk en kan meer dan een minuut een gasbrander op zich hebben. Er komt al geen gat, er verkleurt alleen wat. Hoe zit het bij zo'n helm nou eigenlijk met die zijflappen? Ja, werkt dat? Dat heeft veel aerodynamische waarde. Alleen, het is heel erg persoonlijk. De ene coureur die prefereert geen vleugeltjes, maar ventilatie, extra ventilatie. De andere coureur kan heel goed met een topwing, zoals wij dat noemen, rijden. Dan geeft de helm wat meer stabiliteit. En andere derde coureur die gebruikt de zijvleugeltjes, als ik dan alleen over Arai praat. Het heeft te maken met de aerodynamica van de auto, met de positie van de coureur in de auto, hoog of laag. En dat zijn allemaal zaken die proefondervindelijk uitgezocht worden. Die extra vleugeltjes zijn heel dun en zeer kwetsbaar, zodat ze in geval van ongeval er snel afgaan. De designs komen veelal van de coureur zelf. Er zijn natuurlijk coureurs die in samenwerking met Arai een design ontwerpen. De autohelmen zijn doorgaans van een vrij simpel maar erg pakkend design voorzien. De verschillende coureurs laten de helmen bij Arai spuiten bij het fabricatieproces. We hebben nu in onze eigen spuiterij ook de mogelijkheden om helmen te spuiten, wat dus ook voor met name Europese coureurs gedaan wordt. Het spuitwerk is tegenwoordig zoveel gevraagd dat één man daar gewoon een volledige dagtaak aan heeft. Hoe zit het tenslotte met de vorm van de helm van de toekomst?
Ik denk dat de basisvorm hetzelfde blijft. Het array houdt ervan om helmen te maken die zoveel mogelijk de contouren van het gezicht volgen. En ik denk dat, mijn persoonlijke mening, dat alleen de materialen kunnen veranderen. Maar de basisvorm zal waarschijnlijk hetzelfde blijven. Prima tweede jaar gaat Stewart Grand Prix verdwijnen en volgend jaar, in het jaar 2000, gaan ze verder onder de Jaguar-vlag. In die twee jaren hebben ze best wel wat stof doen opwaaien. Vorig jaar kwam hun allereerste overwinning. Tijdens een testdag onlangs onthulde men een en ander. Er waren wat mensen die zeiden dat Stewart een geheim had. En wat bleek, Stewart loopt absoluut op kop qua technologie in de pitbox. Ze hebben een systeem dat volgens hun zelfs binnenkort op het internet te volgen zal zijn. De racewagen van het team heeft bijna 300 sensoren aan boord. Die informatie komt via radioverbindingen terug naar het team. Je praat dan over een bron die meer dan 1,5 miljoen datadeeltjes per seconde genereert. De hoeveelheid die tijdens een race gegenereerd wordt, zou een gemiddelde thuis-pc 2 keer voldouwen. Het probleem ligt erin dat je als team eigenlijk alleen de belangrijke informatie wilt zien. Die informatie waarmee je de auto harder kunt laten lopen. We collect data from 200 to 300 sensors on the car and it's really separated into chassis data, engine data, but also data which relates to the driver's inputs. Really to understand what's going on is very dependent upon how you read the lines and the graphs and how they interact with each other. I think we're trying to go beyond that. We're trying to develop programs that would do that for us. So tell me, traction is quite good. I mean, the first touch on the throttle, there is a slightly wheel speed, but the track is still a little bit of a water on the track. Het geheime wapen van Stewart is software die de datagegevens direct visualiseert en feitelijk laat zien hoe de wagen zich op de baan gedraagt. En dat alles in 3D. Het lijkt op een soort oervorm van een PlayStation, maar is het absoluut niet. Men kan op deze manier op elke baan straks dat ultieme kwalificatierondje programmeren en de coureur weet dan precies wat hij waar moet doen. Het is de toekomst van de Formule 1. Anyone who surfed the internet will know how hard it is to find the information they're really looking for. Similarly, the Stewart team has a problem searching through the large amounts of data that it deals with on a regular basis. Eventually, therefore, the technology we're developing for Stewart will filter down to the internet users. Wellicht dat we al in 2001 mee kunnen kijken via het internet hoe men de problemen bij Jaguar oplost. Het team hoopt eigenlijk zelfs dat via de internetgebruikers voor hun de problemen opgelost worden. I've always said that in motorsport and particularly Formula One, the technology that we have is going to watershed down onto every road user. I think likewise, the technology associated with the computer industry, for example, what Hewlett Packard are doing, I think is going to benefit everybody who uses a computer, whether it be at home or whether it be at work. And the speed of change is quite remarkable. Whether it's our secret weapon, well, I'm not going to tell you that. Barcelona vanmiddag even na 1. In de prachtige zon lag het Museo Nacional d'Art de Catalunya, oftewel het kunstmuseum. Op het grote plein daarvoor vond de onthulling plaats van de Benetton B200. De nieuwe auto die ervoor moet zorgen dat de slechte periode van de afgelopen jaren achter zich blijft. De wagen is veel vierkanter, heeft een McLaren-achtige zijkant en een Ford-achtige neus. Weinig echte veranderingen aan de auto. Toch denken ze hier hoge ogen mee te gaan gooien in het seizoen 2000. Een van de mannen die het moet doen is natuurlijk Alexander Wurz. Samen met Giancarlo Fisichella gaat hij zijn derde seizoen in daar. Well, 2000 is a new millennium, which is coming. So I think the whole world has good and high expectations. So have I. And I want to show good racing, aggressive overtaking maneuvers, like I do. And want to catch lots of points and bring the team and me further up on the championship score. But in the past year, many things have changed in the sport. But one of the most obvious things that came to my eye was that there was a need for changes in the team, and I've used the past 6 in particular to implement all of these changes.
Tijdens het FIA-gala gisteravond in Monaco kregen ook collega's van ons in Engeland een prijs. ITV won de prijs voor de best geregisseerde Formule 1 Grand Prix van het seizoen 1999 tijdens de grote prijs van Silverstone. De World Motorsport Council is bij elkaar geweest en die hebben de volgende reglementsveranderingen voor het jaar 2000 doorgevoerd. In 2000 de maximale snelheid in de pitstraat van 60 km per uur was 80 km per uur tijdens de vrije trainingen. En tijdens de warm-up en de race zal het 80 km per uur worden. Dat was 120. Monaco blijft voor de hele wedstrijd 60 km per uur in de pitstraat. Tevens wat technologieveranderingen voor 2001. De voorkant van de auto wordt wat hoger. De neus gaat met 5 centimeter omhoog. En de lengte van de sidepod wordt ook verder naar voren gebracht. En aan de achterkant gaan we nog zien dat de plank onder de auto en de diffuser ook veel korter worden. Nu loopt hij tot aan de middenlijn van de achterwielen. Dan zal hij al voor de achterwielen gaan eindigen. Dit dus vanaf 2001. Team van Aeros dan. De nieuwe auto is nog niet onthuld, maar er is wel reeds een nieuw logo bekendgemaakt waarmee het team het jaar 2000 in zal gaan. En dit is het. Of er ook een Nederlander mee gaat rijden, is nog steeds onduidelijk. Binnen nu en twee weken gaat Williams bekendmaken wat ze gaan doen. We hebben Frank Williams wellicht vorige week horen zeggen. Er komt een nieuwe rijder bij, nu waarschijnlijk dus toch. En er zal een nieuwe sponsor komen. Volgens ons is het Compaq. Of we gelijk hebben, weten we binnen twee weken. De eerste helft van februari zal Minardi bekend gaan maken hoe ze nou precies volgend jaar uit gaan zien. De M02 wordt dan ook gepresenteerd. De motor gaat Fondsmetal heten en het team gaat heten Telefonica Minardi Fondsmetal. Laat zich niet foppen, het zijn de Ford-motoren van vorig jaar, gebruikt door het team van Stewart, die gewoon een nieuw merktekentje krijgen en dat heet dus Fondsmetal. De belangrijkste test van de afgelopen dagen vond plaats op het Circuito Jerez de la Frontera in het zuiden van Spanje. David Coulthard was na drie dagen de snelste met 1.24.34. Verrassende tweede tijd voor Ricardo Zonta, slechts op 0,3 van een seconde. Derde Herbert in de Jaguar, vierde Panis in de McLaren, vijfde Dinis en zesde Button, zevende Bertie. De naam van Bertie kent u wellicht. Jensen Button werd opgeroepen door het team van Williams. Hij is één van de kandidaten om toch de stoel van Zanardi over te nemen voor het volgend jaar. Deze week gaan de heren verder op het circuit van Catalunya, nabij de stad Barcelona. Dat was het weer voor vandaag. RTL Formule 1 zit er weer op. Volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender zijn we er weer. Wil je tot die tijd op de hoogte gehouden worden van informatie uit Formule 1? Surf dan naar www.formule1.nl of controleer RTL tekstpagina 175. Laatste bericht wat ons zojuist nog bereikt is dat er volgende week voor drie dagen getest zal worden door een Nederlander in de Formule 1. Meer kunnen we er nu niet van zeggen. Volgende week wellicht meer.